roomsoesjes, Josje. Dat is eigenlijk al lang geleden hier in de keuken van Sophie. Dus ik ben daar heel blij om. We gaan daarmee beginnen. Het is een klein beetje afwegen. 65 water. Jij mag 65 milliliter melk. En dan 100 gram boter. Ben je eigenlijk een happy bakster, Josje? Nee. Nee? Nee, ik kan dat niet zo goed. Het komt allemaal best wel precies, hè? En ja. Dat is niet echt mijn sterkste kant, denk ik. Nee. Melk mag erbij. Daar mag ook een snuifje zout bij. Ik weeg 100 gram boter af. Is dit ook zout? Ja. En dan nog een eetlepel suiker mag erbij. Wordt dat gewoon automatisch vanille suiker door er een paar van die sokken in te steken? Ja. Ruik je het? Ja. Het is wel geweldig, hè? Eetlepel. Oké, dat zetten we op het vuur. En jij mag ondertussen, dat ik hier alles onder elkaar meng, 100 gram bloem afwegen. Zo, precies 100 gram. Super. Alles kookt hier, dus dat mag daar in één keer bij. En jij mag mengen. En nu ziet dat er nog niet al te goed uit. Hè? En dan denk je van... Dat maar is dit, het niet, hè. Maar eigenlijk dit komt in het soesje dan. Nee, dit is het soesje. Oh, dat is het soesje. Ja, dat is het deeg waarmee we straks de soesjes gaan spuiten. Hè? Ah ja, tuurlijk. Kijk, dat is nu mooi bij elkaar. En je mag dan nu nog op het vuur zo even drogen. En het drogen gaat ervoor zorgen, als we straks het soesje gebakken uit de oven halen, dat dat niet zo pst, gaat inzakken zoals een pudding. Ah ja. Het is goed, okay. Kom maar van het vuur. En we gaan... Van het vuur, want anders hebben we direct een omelet eigenlijk. Dat mag er allemaal in. Zo, hup. En nu gaan we de eitjes erbij doen. En altijd één ei per keer. Want het is eigenlijk een mengeling dat zo niet gemakkelijk vloeistof opneemt. Zie je dat? Mm-hmm. Wordt er dan niet gebakken bij jullie thuis? Nou, ik heb zelfs niet zo'n weegschaal, wat natuurlijk wel onmisbaar is met, met bakken. Maar bij de mama dan? Ja, precies. Soesjes, die lust ik echt in alle soorten en maten. Die hoeven niet professioneel gebakken te zijn. Niet uit een doosje, ook perfect. Ik lust ze zelfs bevroren. Eigenlijk is dat heel lekker in de zomer. Ja. Gewoon een bevroren soesje. Kijk, dat wordt een stevig deegje. Dus het is zeker nog niet hoe dat het moet. Hè. Nog een eitje erbij. Ik ga het even met links doen. Het is vermoeiend, bakken. Ja? Kom, ik zal overnemen. Ik heb nog een beetje spierpijn. In het zuiden van Nederland maken ze ook van die lekkere roomsoezen, hè? Van die bossenbollen heet dat. Bossenbollen? Ja, in Vertel, Den Bosch. Ja, dat is eigenlijk een grote slagroomsoes. En daar zit ook chocola overheen. Maar die zijn echt wereldberoemd eigenlijk. Die zijn lekker. Altijd als we in Den Bosch optreden, dan gaan we Na bossenbollen een schauke, halen. Dan denkt u van, oké. Ja, absoluut. Kijk, nu begint het eigenlijk al een beetje te komen. Hè. Ik heb er ondertussen 4 eitjes aan toegevoegd. En wat is nu de test? De test is gewoon heel simpel. Je neemt een goede schep deeg en dan laat je die afdruipen. En dat moet echt in een punt, dus dat is echt nog niet goed. Ah, oké. Okay. Dus we gaan nog beginnen. We zijn er bijna gewoon met een dooier. En dan zullen we... Ga jij nog een beetje? Ja. Ik neem ondertussen een spuitzakje en een spuitmondje. Doe eens de test. Wow, zie je wat ik bedoel? Dat is een punt, toch? Een mooie punt. Zo is hij goed dus. Zo is hij perfect. Alright. Je mag een bakplaat nemen daar. En dan gaat daar bakpapier op. Dat is in de laatste schuif. Die mag je weer terugzetten. Ja, en die snij je maar gelijk de grootte van de plaat. Oké. Okay. Zo, een deelname aan Dance Date, dat is toch echt topsport, hè? Ja, eigenlijk wel. En let je dan op je voeding? Nou, ik zorg wel dat ik genoeg eet en gezond eet, want ik wil wel in goede shape zijn. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik kan ook wel makkelijk iets lekkers eten, want ik dans het er toch wel weer af. Eigenlijk wel, ja. Zeggen zijn Christel en Karen dan eigenlijk hevige supporters? Ik mag hopen dat ze ge-sms'd hebben, ja. Nee, ja, ze sturen wel een sms'je voor de show. Van toi, break a leg. Ja. All right. Nu gaan we dus de soesjes spuiten. Zo naast elkaar. We gaan kleintjes maken, hè, zo van die soesjes die in één hap
in onze mond kunnen. Ik zal er een paar doen. Ga jij dan overnemen? Ja. Ja. Ik zie je dat nogthans echt doen, hoor, in mijn dromen. Ja, zo snoepjeswinkel, ja. / cakejeswinkel, cupcakes, macarons. Ik heb met Christel samen wel een kookrubriek gehad in de wereld van K3. Ja. We gaan daar een beetje doruren op doen. Dat is voordat straks de amandeltjes goed gaan kleven. En wat is doruren? Een dooiertje. Een scheut melk. Oeh. Het gaat niet overal even soepel. Het zijn soesjes die de breakdance doen. En kijk, we kunnen zelf lange maken. Het is wel leuk, toch? Hè? Om het te doen. Het is wel heel leuk, ja. Maar het is, je ziet wel echt waar ik ben begonnen en waar jij bent geëindigd. Weet je wat? Jij mag zo met het penseeltje de doruren op de soesjes brengen. Eerst goed mengen. Alles gewoon door elkaar en dan doe ik het wel even voor. Oké. Dus wat gaat er nu gebeuren? Gewoon zo. Het is heel zacht, dus niet te veel duwen. Zo gewoon zo'n klein beetje deppen. Oh ja. Want anders gaan ze misschien uit hun vormpje. Ja. Dan gaan we nu die lekkere mengeling maken van bloemsuiker, kaneel en amandelschilfers. Ja. En daar mag een eetlepel zo overgestrooid worden. Lekker veel, hè? Ja, kaneel is echt superlekker, vind ik. En dan 2 eetlepels bloemsuiker. Gewoon zo een beetje onder elkaar mengen. En dan gaan we dit over de soesjes strooien, hè? Josje, ik kan me nu toch niet inbeelden als jullie zo op tour zijn met de bus en jullie komen zo een patisserie voorbij of zo, dat jullie niet zeggen, chauffeur, stop. Aan de kant. Het is niet dat we altijd stoppen, alhoewel, we krijgen ook vaak lekkere chocolaatjes van de, van de fans. Ja. Ja, vind ik altijd wel fijn hoor, maar ik krijg ze niet altijd allemaal op. Ja. Maar dat hoeft ook niet, hè? Nee. Want samen delen is vast fijn. Zo. En dan gaan die de oven in een 10-tal minuutjes aan 200 graden. En dan zakken we de temperatuur naar 140 graden. En dat is enkel en alleen om ze ook van binnen te garen. Want anders, als we ze uithalen te vroeg, zakken de... Dus na die 10 minuten zakt de temperatuur even. Ja. Alrighty. We gaan de room kloppen voor erin, maar we gaan ook de saus maken voor de zo... over. Okay. 200 milliliter room. En die gaan we opkoken om dan straks over de gesmolten chocolade te gieten. De rest gaan we opkloppen. Je mag die leeg gieten. Ja. Daar mag bij 1 eetlepel bloemsuiker en een vanillestokje. Doe je dan zo'n hele stok erin? Ja, en in feite gebruiken we enkel de pitjes, hè, die erin zitten. Ah. Dat ook hierop. Zo. En dan beginnen rustig te mengen. Wil jij dit doen? Ja. En dan de chocolade stroopsaus. Heel makkelijk. Ik heb hier een potje met gesmolten melkchocolade. 400 gram. Mm-hmm. Daar doen we dan de warme room bij. 200 gram. En dan ja, een rijke... dikke scheut stroop, ja. Hè? Ja, en dan nu de warme room. De slagroom wordt al wat dikker, hè? Ja, die mag schoon opgeklopt zijn, dat we ze in de roomsoetjes kunnen spuiten, hè? Kijk eens, mannetjes. Ik denk dat dit het beste gaat zijn wat ik al ooit op heb. Maar ik zie dat je wel plezier erbij hebt, hè? Wat ja, ik vind het superleuk. Eigenlijk is het stom dat ik het niet vaker doe. Ja. Want ik heb er wel plezier in, ja. Wil je al eens proeven? Want jij bent hier hard aan het labeuren. Dat is zo lekker. Niet normaal. Oké, nu gaan we zakken. Want kom eens snel kijken, want dit is belangrijk, hè. Nu hebben ze echt een mooie kleur, maar ze moeten van binnen wel gaar zijn. Want anders, als we ze eruit nemen, dan gaan die zo echt gaan inzakken. Dus nu
zakken naar 140 graden. En nog 4 minuutjes verder laten bakken. En met de oven open, zo kan al het vocht ook uit de oven. Kunnen ze mooi krokant bakken. Oké, we zijn er bijna. Dat is, hier kunnen we nog niet mee spuiten. Hè. Dus nog iets meer. Ja. Ik ga dit ook al in een sauskommetje gieten. Ja, de room is... Ja, is goed. Klaar. De sousjes ook. Kom, kleine schatjes. Die ga ik direct op de tafel schuiven. Dan koelen die af. Ja, die zien er goed uit, hè. En nu gaan we in elk sousje een gaatje boren om dan straks de room in te spuiten. Hè? Oh, ja. Zo. Ga jij dat doen? Ja, ik ga ondertussen goed. Spuitzak voelen. Het is een klein beetje warm, maar ik val wel mee, denk ik. Oké. Okay. Ja, en als je iets meer geduld hebt als wij, want wij daar natuurlijk direct op aanvallen, dan laat je ze best heel goed afkoelen voordat de room erin gaat. Maar wij gaan niet wachten, hè. Nee, ik kan hier niet op wachten, hoor. Geduld is niet een van mijn sterke punten. Oké, maar dan word je direct beloond. Ja. 1, 2, 3. Oh ja. Dit is echt oh ja. Het beste wat mij in tijden zou overkomen. Dit is echt heerlijk. Ik voel eigenlijk al, Josje, dat je totaal zen bent voor dansdaten. Echt wel. He? Door deze lekkernij ben ik alles eventjes vergeten. Hoe laat moeten ze kijken? 8:30. En een beetje duimen, dat mag ook. En sms'en. Ah, dat ook. Oké, Josje. Met al het geduld dat we nu nog hebben, willen we snel op die foto ja. En aan tafel. Ik ben helemaal gek van die sushis. Aanvallen, Josje. Kom maar hier met dat bord. Chocoladerol. Chocolade stroopsaus. Oh. Ik ben ontzettend blij, Josje, dat je in je overvolle agenda toch tijd vond om hier met mij een ganse week te koken. Het was ja, superleuk. Ik vond het ook superleuk. En nou heb je me de hele week al heel veel lekkers voorgeschoteld, maar ik denk toch echt dat dit ja? Het ultieme hoogtepunt gaat zijn. We hebben een zoete bekje aan tafel. Josje, ik wens je heel veel succes vanavond. Break a leg. Dankjewel. En bedankt dat ik hier mag komen. Hmm. Kan die? Ja, die kan. Doe maar. En ik ga eerst dag zeggen en afsluiten, want met al die roomsoezen in mijn mond gaat dat niet gaan. Maar ik wou net zeggen, wil je ook samen met al deze soezen genieten van een geweldige dance date avond? Ga dan vlug naar vtmkoken.be, staat het volledige recept. Maak ze, zet u in de zetel en sms'en, hè. Heel graag tot volgende week. Dag. Oh, ik wil nog één. Ja. VTM. Je beleeft het hier.